Hey, hallo, wat leuk dat je weer kijkt naar een filmpje over offline gaming, oftewel het spelen van strategische bordspellen. Gewoon op een tafel. En we gaan vandaag verder met Normandy 44. De Duitsers zijn een zet. We zitten in beurt 10, dus hebben we net gehad. We gaan naar beurt 11. Wow. En zoals altijd gaan wij beginnen met het weer. Eerst maar eens even kijken wat het gaat worden. Het was storm, dus we hebben een min 1 modifier, we gooien een 4, dat wordt een 3. En dan weten we dat we overcast hebben. Nog niet goed. Voor de Galliërs, voor de Duitsers is het prima. Overcast, 2 improvements, 2 supply points voor de Duitsers. 2 improvements, dus 1, de andere ligt hier vast ook wel ergens als ik die nodig heb. 1 infantry replacement, dat is wel weinig, maar de Duitsers hebben het helemaal niet anders. 1 infanterie, 1 infanterie voor de Engelsen en de Amerikanen elk 1, 1 air en 2 naval. Zo, en supply pontjes, we hebben er dubbele, want de mulberries zijn open. Dus 2 supply points. En we hebben reinforcements. Hoe ziet het erbij? Nou, we zien hier dat de Duitsers het redelijk onder controle hebben. Dit is wel erg link, want dit is nu een zokpont. Ik kan er niet meer doorheen. Valt er op te lossen door hier een eenheid neer te schrijven, door die daarheen te zetten. Maar dat is wel een groot risico aan het worden. Dit is nu een groot risico. Ik kan het ook niet dichten op dit moment. Zelfs met de versterkingen die we krijgen deze beurt. Het zijn er 3 die vanaf hier daarheen rijden. Dus dat wordt erg lastig. Dit is in ieder geval redelijk, ook niet meer dan dat. Hier is veel eenheden van de Britten met de Duitsers. Kaan is relatief rustig, want het is lastig om daar een voordeel van te behalen. Maar misschien kunnen de Engelsen dat de volgende beurt doen. Voor Duitsers is het nu zaak om dit dicht te houden. We zien hier de rode stippenlijn. Dat betekent dat we nu al halverwege het spel. Het totale spel duurt 22 beurten. We zijn dus op de helft. Of in ieder geval na deze beurt precies op de helft. Dat betekent dat de Engelsen eigenlijk al hun doel bereikt hebben. En dat betekent dat het spel dan in evenwicht te zijn. En dan hebben ze nog 11 beurten om uit te breiden. De Amerikanen hebben het iets moeilijker. Maar voor 11 beurten doen ze nog steeds heel goed. Als ze hier doorgaan, wordt je boer afgesneden van de rest. Dat heeft consequenties. Dat betekent dat er geen reinforcements kunnen komen richting je boer. En dat heeft nog ook wel issues. Ja. Dus al met al, als ik moet concluderen, staan de Duitsers er gewoon slecht voor. Laat ik eerlijk zijn. Galliërs doen goed. Hebben zeker in het begin van het spel heel veel voordeel gehad aan het goede weer. En ja, Duitsers hebben het gewoon lastig. Maar goed, we gaan proberen om met de Duitsers te kijken wat we kunnen redden. Maar nu eerst de reinforcement en de replacement fase. We hebben niet zo heel veel reinforcements. We hebben 1 infanterie. Dat gaan we ook gebruiken. We hebben hier een eenheid van de Fallschirmjägers. Die gaan we beter maken. Daar zit geen anti-tank in, dus dat is wel een issue nu. We komen daar schromelijk tekort. We gaan eens even kijken of we vanaf hier daar wat anti-tank kunnen krijgen. Hier hebben we reinforcements. Dus gaan we die doen. 1, 2, 3, 4. Sorry, 4, 5. Ik kan strategisch movement gebruiken. Maar heb ik kans dat die eenheden daar, als ik nog verder ga, dat ik daar iets mee krijg. Oh, ik heb... nee, het is een half, hè? Ja, een half. Ik zou het nog verder kunnen doen. Dat ga ik even niet doen. Dan deze. 1, 2, 3, 4. 4. Die zet ik daarheen. Doe ik wel eventjes een motorkapje bij. 1, 2,
3, 4, oh. Tja. Het is allemaal niet zo best. Oké, okay, we gaan niks anders doen. We moeten zorgen dat we het front heel gaan houden. Eerst wat we doen, deze zonde van deze eenheden, maar die moeten we redden. Oh. We kunnen twee dingen doen. We kunnen of hierin lopen met de infanterie, met eentje. Dan isoleren we deze. Dan offer ik die wel op. En ik moet nog steeds dan deze niet redden. Dat gaan we dan maar even doen ook. Ik ga deze hierin doen. Deze daarheen. Oh. En deze daarheen. Die gaat één stapje achteruit. Hier moet hij stoppen. Hier moet hij stoppen. Dat is goed. Tja, jij gaat ook maar een stapje achteruit dan. Als ik hem laat staan, dan isoleer ik dit wel natuurlijk. Maar dat is pas aan het einde van de buurt. Ik ga in ieder geval deze opschuiven. Zo. Dit laat ik staan, dit blijf ik staan. Dit is wel een probleem hier. Deze moet dus een stap naar achteren toe. Daar. Ik heb hier een dubbele. Dat is dus mooi. Die gaat daarheen. Was dat hier? 1, 2. Nou, dan deze mooi hierbij. Zo ziet zijn we druk bezig alleen maar om te verdedigen met de Duitsers. We hebben één mogelijkheid om aan te vallen. Dat is eigenlijk hier. We hebben hier als het goed is. Het zal een van deze twee zijn. Een tijger. Oh, die is daar. Dus hier kunnen we nog eens wat doen. Misschien moeten we daar eens even over nadenken. Deze moet ook één stapje terug. Die gaat één stap die kant op. 1, 2. Daarheen. Deze gaat hierheen. En deze is 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nou, dat moeten we maar even doen. Er valt niet heel veel meer te doen voor de Duitsers. We hebben 4 supply points. Die kunnen we nu inzetten door een aanval te doen. Eventueel op deze stack. Maar dan hebben we niks aan de Tiger, want dat is bos. We kunnen deze gaan aanvallen. Met de T9 en de Tiger. Daar moeten we eens even goed over nadenken. Of we willen die. Deze hebben we ook nog altijd, hè. Dat is onze sterkste stack die er is. We hebben hier natuurlijk een Minor City, 14. Ja. Zou eigenlijk het beste deze kunnen weghalen. Oké, laten we dan twee aanvallen doen, want hier gaan we niks meer doen. Deze kan dus ook weg. Disruptie maken kan weg. Deze laten we staan. Staat er op zich prima. Deze blijft staat hier prima. Dit blijft ook zo staan. Dit blijft staan. Nou, ja, dat is het dan eigenlijk. We vallen dan twee kanten aan. Eerst met hem op hem. Dat is een 1 tegen 1, maar vanwege de tank plus en de troepcoat heb ik een 3 tegen 1. Ik doe er 1 support bij. En dan gaan we gooien. Oh, 1 support. En een uiteraard mijn werver. Dus dan wordt het 4 tegen 1, 5 tegen 1. En een 3. Een 5 tegen 1. En een 3, dat is een A1, D1. Oké. Okay.
A1D1. Ik ga deze naar beneden doen. Dat betekent ook, omdat ik die tank heb, dat die nu een steploss heeft. Ik heb nu een kans op een disorder, hè? Dus een derde kans. Een derde kans, ik kan dat nog gokken. Wil ik dat gokken? Waarom ook niet? Kijk, de Duitsers, dat die vooruit gaan. Die kans is bijna nul, want dan staan ze daar. Zijn ze direct geïsoleerd. Dus, en anders moet ik twee plaatsen terug. Kan ik opvangen. Dus, 1, 2. Zo. Ik ga wel een disruption maken. En ik geef dat gebied op. Als Duitser heb ik nu een probleem. Als ik dit inneem, kan ik geen kant op. Ik had die moeten aanvallen met dit. Stom. Oké, dat is niet zo handig voor mij. Volgende keer beter. Dan hebben we de tijger, die valt hier aan. Dit is plus deze stack daarbij. Klopt het allemaal? Dit is dan 6. Dit is 10. 12, 13, 14. 14 tegen 5. 13. Oh, dat is niet zo gunstig. Heb ik niet goed gekeken. Dit is 8. 10, 13 plus DBC's voor de bokage is 15 en dit is 14, dus dat heeft helemaal geen zin. Oké, doen we niks. Dit was de beurt van de Duitsers. We kunnen er helaas niet meer van maken. Bedankt voor het kijken. En als je ideeën, suggesties of opmerkingen hebt, zet ze even in de comment. En tot de volgende keer.